Vandaag gaan jullie zien hoe je deze look kan maken. En dit is tevens de eerste keer dat ik film hier op zolder. Tenminste, dat ik een tutorial film hier op zolder. Ik heb al eerder een favoriete lipstick ding opgenomen hier op zolder. Maar ik weet niet zeker wanneer dat online komt eigenlijk. Ik weet nog steeds de planning niet uit mijn hoofd. In ieder geval, dit is de eerste keer dat ik een tutorial film op zolder. Het eerste wat je zal opvallen misschien is dat de camera nu wat hoger staat. Wat eigenlijk prettig is. Omdat hier het raamkozijn hoger zit. Dus ja. Ik hoop dat het licht goed is. De zon staat aan deze kant van het huis, dus het schijnt fel. Anders dan kan ik er de volgende keer misschien wel een stuk vitrage voordoen. Had ik nu even opzij geramd, ik bang dat dan de camera van de dingen is afgeleid. Raamkozijn. In ieder geval, over de look dus. Het leek me leuk om een keertje een dubbel wing te doen, maar ik wilde het wel een beetje subtiel houden. Dus heb ik het alleen met oogschaduw gedaan en niet met eyeliners of wat dan ook. Maar gewoon een beetje, ja, een soort van beginnerversie, denk ik, soort van. In ieder geval, als je een foutje maakt, is het met oogschaduw gewoon makkelijker op te lossen dan met eyeliner. Dus vandaar. Dus ja, laten we beginnen. Oké, ik ga dus beginnen met het Naked 3 Palette van Urban Decay. Je kan natuurlijk gewoon iedere nude kleur in ieder geval gebruiken die je zelf leuk vindt. Maar tja, ik vind het wel handig om alles in één palet te hebben. En van deze weet ik in ieder geval dat die altijd goed werkt. Dus ja, eigenlijk gebruik ik in het dagelijks leven zelf over het algemeen dingen als cicatrice paletjes en dergelijke. Maar die vind ik voor filmen niet handig, omdat ik het steeds ander moet pakken en moet zeggen van oh ja, dit is trouwens dat palet en dat vergeet ik gegarandeerd, dus dit is makkelijker. In ieder geval, ik begin even met de kleur Burnout, dat is deze hier zo. Een beetje een shimmery nude. En die breng ik aan over het hele bewegende ooglid. Okay. Nou, gelukkig is hij goed gepigmenteerd. Dat is dus zo makkelijk aan dit palet, vind ik dan, dat het gewoon echt gelijk erop zit. Dat is waarschijnlijk wat interessanter voor jullie om te kijken dan als ik een half uur aan het, weet je wel, lager opbrengen ben. In ieder geval, vervolgens ga ik door naar... Ja, ik verzin dit ter plekke even tussendoor. Nooner denk ik dat we nemen met een angled brush. Dat is een taupekleurtje. En die breng ik even aan vanaf de wimperrand. En dan begin ik ook alvast mee in de crease. En ik breng hem ook echt hoog genoeg aan dat hij echt corrigeert. En dat was het fout van mijn telefoon. Negeer dat maar. Doe ik ook over het algemeen. Nou, diezelfde kleur die doe ik denk ik of niet. Twijfel. Nee, ik denk dat die onderste kleur niet, die andere kleur niet, waar we onder kan doen. Maar dat ik gelijk begin met het gedeelte wat ik eigenlijk met de crease dan wil doen. En daarvoor gebruik ik even een kwast die ik even niet kan vinden. Nou, deze. En de kleur Factory. Deze hier zo. Beetje shimmery bruin kleurtje. En daarom ga ik eerst de crease eventjes gewoon best wel scherp aanzetten. En de volgende toe blend ik het een beetje uit dat het minder fel is dan aan de achterkant helemaal. En dan de eerste wing. Oké, dan ga ik over de andere kant van de kwast. Bredere kant om gewoon dan erboven een beetje op te blenden. En gewoon blijven blenden tot het mooi overloopt. En om de wing nog ietsje duidelijker te maken, ga ik er eventjes in met de kleur Darkside en die smalle kwast. En dat blend ik dan een beetje naar boven toe. Misschien leuk om dat in het beeld van de camera te doen.
Oké, en als je daarmee iets te ver gaat trouwens, dan kan je makkelijk eventjes een Q-tip gebruiken. Er zit nog wat rode lippenstift op van een look die ik eerder heb gedaan. Geen bloed of zo, dus weet je het even weet. Om even eerst de vuiltjes weg te werken. En dan wat te blenden zodat het wel mooi overloopt. En dat is dan het eerste gedeelte. Nou, aangezien ik er een wearable wing van wil maken, ga ik niet echt liquid liner aan toevoegen. Want als ik wel aan de onderkant liquid liner zou doen, dan zou ik het eigenlijk aan de bovenkant ook moeten doen bij dit stukje. Of in ieder geval gel liner of zo. Om te zorgen dat het echt donkerder is. En ten eerste wil ik er liever een wearable look van maken. En ten tweede is mijn, hoe heet het? Cake eyeliner, dings eyeliner. Gel eyeliner, compleet uitgedroogd. Ja, ik heb hem nog wel, maar hij is compleet uitgedroogd. Dus die kan ik niet gebruiken, tot ik een nieuw heb gekocht. Vandaar dat we het even op een andere manier doen, namelijk met oogschaduw. Dat wordt wat subtieler. Dan gebruik ik dan de donkerste kleur, Blackheart. En daarmee ga ik dan gewoon een winkliner maken. En ik trek hem ook een beetje door naar beneden, zodat het mooi overloopt. En ik werk hem ook even helemaal door naar voren toe. Oké, nou voor de volgende stap is het wel handig om te zorgen dat die kwast echt goed schoon is. Zodat er echt geen donkere kleur meer aan zit. Dus je kan er ook over een handdoek heen halen of je kan hem zo heen en weer meppen. Ligt eraan hoe voorzichtig je met je kwasten bent. Maar goed, en dan heb ik even een heel shimmery kleurtje, namelijk Dust. Deze hier zo. Op één de lichtste. En die breng ik even aan tussen de wings. Gewoon om net even wat opvallender te maken. Ik blend het ook een beetje uit om hierheen. En diezelfde kleur doe ik dan een beetje met de andere kant van de kwast. In de binnenste ooghoek. Oké, en alles wat dan nog te doen is, is de highlight aan de bovenkant. Bij de wenkbrauw. En daarvoor gebruik ik eventjes altijd graag deze kwast van Sigma. Short shading vind ik echt precies gewoon de goede vorm heeft. En daarvoor ga ik Strange gebruiken. Gewoon omdat ik daar altijd liever een matte kleur heb. En dat ook gewoon blenden. Nou, en dan is de oogschaduw klaar. Nou, ik wil ook nog een pencil liner toevoegen. Daarvoor ga ik deze van Essence gebruiken. Hoe heet die? Teddy heet die, gewoon bruine. Omdat deze kleur, ja weet je, de Blackheart is op zich, het is zwart, maar met gouden shimmers. Dus toch warme kleur, dus ik vind het leuker om bruin te gebruiken in de waterlijn dan om zwart te gebruiken. Is er eens wat anders? Het kost soms even voordat de kleur vanaf komt. Zo. Dat is nog net iets subtieler dan zwart. En qua mascara ga ik de Colossal Volume Express mascara gebruiken van Maybelline. En mijn wimperkrullen uiteraard. De mascara heb ik echt al eeuwen volgens mij. Je zou hier trouwens ook valse wimpers bij kunnen doen. Maar ik heb vandaag geen valse wimpers te dragen, dus ik hou het op mascara. En deze zorgt ook tenminste voor mij echt wel voor echt grote wimpers, dus dat is mooi. Ik heb trouwens geen idee hoe oud deze mascara al is. Hij werkt in ieder geval nog prima. Nou, dit is dus de complete look. Op mijn lippen heb ik combinatie gebruikt van deze. Eerst een dun laagje Abbey Road van P2, oranje. En vervolgens een dikker laagje van, een dikke laagje van blush van Revlon. Deze. Gewoon een soort van bruinachtige tint. Heel mooi. En op mijn wangen heb ik een blush gebruikt van Essence. Namelijk de Blush Up Blush in Heatwave en dan de oranje kant. Ja, ik weet niet de goede kant, de oranje kant. Dus ja. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende keer. Doei! Hoi! Vandaag je laat zien hoe je deze soort van grimachtige, fantasy-achtige horror look dinges kan doen. Het moet een banshee voorstellen, voor wie niet weet wat een banshee is.